Ik ben Ritsie Drost, CFO van Vodafone Ziggo en graag geef ik een korte toelichting op onze derde kwartaalcijfers. Dat onze diensten er in het dagelijks leven van onze klanten er steeds meer toe doen, dat weten we. Met de huidige coronasituatie is onze dienstverlening zo mogelijk nog relevanter geworden. Nu het langer duurt, voelen wij nadrukkelijk de verantwoordelijkheid. Nederland verbonden houden met veilige en stabiele netwerken. Heel belangrijk is hierbij dat we fors blijven doorinvesteren in onze klanten en in ons giganet. Het krachtige netwerk van Vodafone en Ziggo. Ook in dit kwartaal hebben we ongeveer 20% van onze omzet teruggeïnvesteerd in onze vitale infrastructuur. Zowel het vaste als het mobiele netwerk. En met de recente multibandveiling heeft Vodafone spectrum verkregen waarmee we 5G verder kunnen uitbouwen op onze frequenties. We bieden 1 gigabit snelheden aan in Amsterdam en Rotterdam en we gaan onverminderd door met de uitrol van onze gigabitpropositie in de rest van het land. We gaan verder buiten de Randstad. Zonder te graven kunnen wij onze klanten snelheden aanbieden waarmee ze tegelijkertijd kunnen internetten, kunnen thuiswerken, tentamens maken, gamen, video streamen. Ook hebben wij smart wifi geïntroduceerd om de verbinding thuis nog beter te maken. Ondanks de pandemie hebben wij een gezond derde kwartaal achter de rug. Zowel de totale omzet, de operationele winst, als ook het aantal mobiele klanten is verder gestegen. Mede door een strakke kostenbeheersing en synergierealisatie. Maar bovenal doordat steeds meer klanten ervaren wat de voordelen zijn van vast en mobiel. In dit kwartaal hebben we 20.000 nieuwe geconvergeerde huishoudens toegevoegd. Dat zijn klanten die thuis zowel producten van Ziggo als Vodafone of Hollands Nieuwe hebben. We zijn trots dat we een breed en divers contentaanbod hebben voor onze klanten. Uiteraard hebben de sombere economische vooruitzichten ook impact op onze bedrijfsresultaten. Maar ondanks dat verwachten we over heel 2020 een bescheiden groei te kunnen realiseren van 4-5% in onze operationele winst. Op dit moment werken onze monteurs en winkelmedewerkers onder aangepaste omstandigheden. Onze kantoormedewerkers werken vrijwel allemaal, net als de rest van Nederland, vanuit huis. We hebben ervaren, door te luisteren naar onze medewerkers, dat thuiswerken ook voordelen heeft. En we hebben dan ook besloten dit om te zetten in lange termijn beleid. Als je wilt, mag je straks ook, als alles weer normaal is, de helft van de tijd vanuit huis werken. Dat is niet alleen luisteren naar je medewerkers, het is ook goed voor het milieu. Zo proberen we onverminderd met z'n allen, alle medewerkers van Vodafone Ziggo, ons in te zetten voor de samenleving en voor onze klanten. Door het altijd bieden van betrouwbare en stabiele netwerken, vast en mobiel.